Ik ben Simone Schaap. Ik ben gewichtsconsulente met een eigen praktijk. Ik begeleid volwassenen en kinderen naar een gezond eetpatroon. Ik was op internet aan het zoeken en zo kwam ik op de website van Verse Oogst. Daar heb ik wat vragen gesteld en een van de vragen was: zitten in de kleine tomaatjes nou hetzelfde als in de grote? Hallo. Goedemiddag. Ik ben Simone. Joost van Mil, welkom. Hallo. In de Tomatenwereld. Ja. Centrum waar we alle soorten tomaten hebben. En ik heb vernomen dat je een aantal vragen hebt rondom tomaten. Dus die zou ik je graag willen beantwoorden. En wie weet kunnen we dat wel in de kast gaan doen. Ja, lijkt me heel leuk. Ja? En ben je dan? Keer te gaan zien. Even kijken okay. In de kast. Leuk. Ik ben Joost van Mil. Welkom. Jullie zijn bij onze bezoek bij Grinco. Grinco teelt snoeptomaatjes al vanaf 2005. Die verpakken we, die telen we, die plukken we. Die worden verpakt in bekers, zakjes, emmertjes. Wanneer zijn hier snoeptomaatjes? Snoeptomaatjes hebben wij eigenlijk in 2003. Waarop in Engeland waren we op bezoek bij een teler. En daar zagen we het type tomaatje dat nu het snoeptomaatje is. En dat tomaatje zijn we gaan telen. We zijn er proeven mee gedaan. In 2005 zijn we dat op de markt gaan brengen. En dat hebben we in feite als een snacktomaatje op de markt weten te zetten. Dus wat dat betreft, ja, daar kan je heel veel leuke dingen mee doen. Want je ziet hier in de meeste wel zoveel diversiteit aan tomaatjes. Alleen dit tomaatje is gewoon uniek als het gezonde tussendoortje. Ja, en zijn dat dan gewoon zaadjes van een gewone tomaat? Of heb je het een speciaal soort? Nou, dit ras komt toevallig uit Japan. Ja. In Japan zijn ze heel erg bezig met klein, met zoet. Ja, hier staan ze op een leuke manier, maar de bijt moet gewoon goed zijn. Ja. Het moet een beetje zoet zijn, het moet ook een beetje zuur zijn. En op zo'n manier hebben we gevonden dat dit past bij het gezonde tussendoortje. Ja. Het ziet er echt mooi uit, hè? Zou je dat nou zo vanaf de plant kunnen eten? Ja, ja. Probeer het maar eens. Ja. Zo, Oké. Zo, je hoeft niet te wassen. Of, Ik kan zo opeten. Oké. Wij maken gebruik van de natuur. Maar wij hebben hier hele kleine insectjes in de kas. Die kopen we, die brengen we in de kas. Ja. Die gebruiken we om de schadelijke insecten, een witte vlieg, een rups, een spint, een meneervlieg. Nou, dat zijn een beetje de belangrijkste schadelijke insecten in de kas. Ja. Dan hoeven we geen chemische middelen te gebruiken. Dus wij doen gewasbescherming door middel van de natuur. En daar gebruiken we van verschillende sluipwespen, natuurlijke vijanden. Okay, dus die tomaten zijn gewoon helemaal schoon? Heel schoon. Ja. Dat het product echt voedselveilig is. Direct uit het zakje gegeten kan worden. Ja. Ja. Wat zijn nou de verschillen tussen de snoeptomaatjes en de grote tomaten? Zit daar verschil in wat voedingswaarde betreft? In feite zit in een tomaat zit gewoon heel veel gezonde voedingswaarden. Ja. Bijvoorbeeld lycopeen. Ja. Dat is voor mensen wel bekend. Lycopeen is een stof die heel goed is tegen bijvoorbeeld prostaatkanker. En waar zit dat in de tomaat? Kun je dat aanwijzen? Nou, in feite kan je het niet zo zichtbaar aanwijzen. Maar we weten gewoon dat in een vlezig tomaatje, een compact tomaatje, zit vaak onder de huid, onder het velletje, daar zit vaak het meeste lycopeen. Okay. Dus dat is wel een voordeel van de snoeptomaatjes. Ja. Het beste bewaren? Tomaatjes moet je nooit in de koelkast bewaren. Heel veel mensen die doen het automatisch in de koelkast. Ja. In feite gewoon op de keukentafel, okay, bij de vensterbank. Ja. Gewoon normale omstandigheden, normale temperatuur. Dan is de smaak gewoon het beste. Want de koude tomaat, die is gewoon veel minder lekker. Ja. En een tomaat die koud geweest is, die wordt ook niet lekker meer. Nee, oké. Okay. Dus in feite gewoon lekker op de keukentafel. Ja. Eet het makkelijk, pak makkelijk. Deze tomaatjes zijn gisteren geoogst. En zijn vanmorgen hier gebracht en vandaag worden ze verpakt. Ja. En op zo'n manier kunnen we heel snel, dat ze eigenlijk vannacht bij de supermarkt komen en morgen in de winkel staan. Ja. En kun je ze ook ergens in verwerken? Tomaten kun je met heel veel dingen verwerken. Ja, dus ook snoeptomaatjes? Ook snoeptomaatjes, maar snoeptomaatjes zijn natuurlijk het lekkerste om zo weg te snikken. Ja. Of salades. Oké, nou, daar ben ik wel benieuwd naar. Zullen we dat een keer gaan proberen? Ja, is goed. Ja? Leuk. Dan gaan we even kijken in de keuken. Ja. Vele malen gezonder dan het zakje snipt. Ja. Nou, bedankt. Hey, hartstikke leuk. Succes ermee. Dankjewel.